Nou, dat latjes inleveren ging heel erg vlot. Het was binnenkomen, latjes teruggeven, geld terugkrijgen, klaar. Nou, dat ging. Kijken. Helemaal tevreden is de roze rat aan het rennen. Maar hij moet heel erg wennen aan de soorten bodembedekking die er nu in zitten. Die kent hij allemaal niet. Goedemorgen, het is maandagmorgen 15 juni. Ik ga hem klaarmaken voor school. Een nieuwe dag. Ik heb alle mokken die hierboven stonden nog in mijn handen. Die had ik nog niet mee naar beneden genomen. Dat had ik moeten doen gisteravond, maar het is niet gelukt. Ik ga even wassen, opfrissen, mijn haren doen. En dan zie ik jullie beneden weer terug. Het wordt een drukke dag, denk ik, vandaag. En ik ben moe. En een, ja, verkouden is niet het goede woord. Ik ga maar een allergiepil zoeken. Dat de beste optie is. Zo, ontbeten. Dan een shakeje. Lunch mee. Jas aan. En ik ga weer lekker lopen naar school. Ik merk ook dat ik het heel fijn vind om mijn hoofd leeg te maken. Maar ook gewoon om lekker te, ja, te lopen. Ik moet wel even voor mijn oortjes een snoertje pakken. Dus dat ga ik nog even doen. Vanavond even naar de Hubo om het hout terug te brengen. Hij slaapt nog steeds in het hoekje. Maar ik kan zien dat hij wel bezig is geweest met allerlei andere dingen. Oh, en hou even in de gaten. Oh, ik ben Bianca is weer online, hè? Die heeft weer video's. Er is druk gegraven en gedaan. Ze gaat ze vast nog wel verhuizen. Naar een ander hoekje. Snoetje. Daar ging ik voor naar boven. Ja, ik klink heel verkouden. Ik voel me ook niet helemaal, maar het is puur echt gewoon, ja, hooikoorts denk ik. En goed. Ik ga lopen met één oortje, niet met twee, want dat gaat zeer doen. Ik laat jullie thuis, want jullie hebben wel op school niks te zoeken. Ik zie jullie vanmiddag weer. Geen idee hoe laat. Was ik weer. Ik ga gelijk even door naar de Hubo om wat latjes terug te brengen die ik toch niet nodig had. Dus dat ga ik even regelen. Ik heb hem met zo'n vlees uitgelegd voor vanavond. We gaan snijboontjes eten met vlees erbij. Met uitjes en paprikaatjes ook. Ik heb al heel veel gelopen. Ik heb al bijna 10.000 stappen. En ik ga nu een klapperende deur dicht doen. Daar word ik echt helemaal simpel van. Er staat zoveel druk op die deur. Ja, en boven klappert er ook nog een deur. Maar dat komt straks wel. Maar ik ga eerst even naar de Hubo om die latjes terug te brengen. Dus ik zie jullie straks. Ik moet dat even met de auto doen. Want 2,80 meter of zo kan ik niet, 40, wat is het, 2,40 meter kan ik niet in de auto, op de fiets vervoeren. Dan, als ik dan de bocht om ga, dan neem ik mensen mee, laten we dat maar niet doen. Dus die ga ik in de auto proppen. Ook nog een uitdaging op zich. Gelukkig, dit waren de kortere latjes. Deze waren niet de 2,40 meter, maar 2,10 meter geloof ik maar. Ja. 2,10 meter, dus dat ging makkelijk in de auto. Ze zitten nu zeg maar zo erin. Maar ik ga gauw de auto starten, want het is hier meer een sauna dan wat anders eigenlijk. Ramen open. De arco aan. Niet de airco, maar de arco. Nou, dat latjes inleveren ging heel erg vlot. Het was binnenkomen, latjes teruggeven, geld terugkrijgen, klaar. Nou, dat ging makkelijk. Ik ga even het zonnescherm uitdraaien en hoop dat hij niet opklapt, maar het wordt weer lekker warm buiten. Het is inmiddels al 3:50 en dan ga ik heel eventjes naar de Deen lopen. Eventjes nog kijken naar een aanbieding, ik hoop dat die er nog is. En dan zie ik jullie daarna terug. We eten vanavond snijbonen, wat had ik geloof ik al gezegd? Ja, dat had ik al verteld. Snijbonen dus. Oh, en heb je al gezien dat de video van Hoi, ik ben Bianca online staat? Ze plaatste, dat is voor jullie vorige week, weer haar eerste weekvlog. Super tof. Half uur Bianca kijken. Gezellig. Thank you.
Nou, super lekker gegeten. Maar ik ga nu eerst even lekker een rondje lopen. Ik laat jullie even thuis. Ik wil even mijn hoofd leegmaken. Het is nu 5:15. Mooi op tijd. Vaatwasser die staat al klaar. Die kan vanavond aan als ik ga slapen. En ik heb verder lekker een beetje gerommeld. Klein stukje geborduurd nog. Maar ik ga lekker verder straks. Even kijken of ik straks nog zin heb om te borduren. Of dat mijn hoofd er te moe voor is. Ik ben echt best wel moe van vandaag. Ik zei net ook tegen Valerie van ik ben echt wel moe. Dat ja. Vraag blijkbaar toch heel veel weer zo. Had ik niet ingecalculeerd zeg maar. Maar goed, dat zei gewoon zo. Overigens nog 3 weken. En dan is het hier zomervakantie. Dus dat is ook wel fijn. Ik merk wel dat ik daar wel aan toe ben. Om gewoon weer even wat dingen helemaal voor mezelf te doen. Even echt weer tijd voor mezelf te hebben. Nu ben ik eigenlijk elke dag bezig met werken. En dat is oké. Dat is prima. Maar mijn vrije dag is niet echt een vrije dag op het moment. Ik ben toch altijd in mijn achterhoofd bezig. Met school en met andere dingen. En als je het voor vraagt, zus, vind ik het niet erg. Maar ik merk dat school toch even net even wat te veel vraagt nu. Maar goed, ik ga een rondje lopen. Ik spreek jullie later weer. Zo. Ik ben weer thuis. Ik ga douchen. En dan terwijl aan het laden leggen ondertussen. Die was bijna leeg. En dan ga ik kijken of ik de mug die hier rond zwerft te pakken kan krijgen. Daar had ik vannacht last van. Dus ik heb mijn McMuggy. Hoe zeg je dat? De McFry noem ik het altijd. Dus ik hoop dat ik hem te pakken ga krijgen. Want ik vond het niet gezellig zoals die vannacht op mijn hoofd zoende. Dus daar ga ik wat aan doen. Maar ik ga ook lekker douchen. Pyjama aan. Nou ja, jurkje aan. Slaapjurkje heb ik tegenwoordig. Omdat het zo warm is 's nachts. En donker nu. Dus ik ga even kijken. En kijk. Hier ligt iemand opgekreukeld. Ik snap niet dat hij daar gaat slapen. Maar het zal. Hij zal dit fijn vinden. Kijken. Helemaal tevreden is Roze Rat aan het rennen. Maar hij moet heel erg wennen aan de soorten bodembedekking die er nu in zitten. Die kent hij allemaal niet. En volgens mij heeft hij zijn rat als plasbak gebruikt. Nou ja, moet hij zelf weten. Nou, hij is heel erg geurklieren aan het gebruiken. Nou, hij gaat zich wel vermaken. Nou, ik ben inmiddels naar boven verhuisd. Ik ga zo nog even bellen met Valerie. En dan ga ik daarna lekker slapen. Ik ben echt heel erg moe. Niet zo heel veel gevlogd vandaag. Nou ja, laat thuis. Niet zoveel dingen gedaan. Dus het is wel pittig, zeg maar. Gaan we even wat tv kijken, een beetje YouTube kijken. En dan lekker slapen, denk ik. Ja, wat hebben we verder gedaan? Ja, niks eigenlijk. Ja, lekker gedoucht en de douche schoongemaakt. Ook altijd wel handig. Moet ook gebeuren natuurlijk. Hoef ik dat morgen weer niet te doen. Dat vind ik wel fijn. Ik vind altijd, als ik aan het douchen ben, dan vind ik het wel zo makkelijk om dat gelijk, zeg maar, het douchegedeelte te doen. Morgen alleen maar de toilet en de wastafel nog en de vloer dus. Ideaal. Ik zie u straks nog wel even, denk ik, vlak voor ik ga slapen. Nou, ken je die vrouw die in bed ligt, die in slaap gevallen was, die vervolgens wakker werd en nu niet meer kan slapen? Ik wel. Dus ik ga maar even een spelletje spelen. Ik was wel echt een lekkere poos uit slapen. Maar, nou ja, nu weer wakker. Ik was trouwens toch te vergeten te vertellen dat ik echt wel merk dat dat crèmetje op mijn gezicht het een en ander doet. Niet zozeer dat ik zie dat deze rimpels weggaan of zo. Dat is ook misschien wel te vroeg om dat te verwachten, want dan nog geen week. Maar ik merk gewoon dat mijn huid een stuk zachter is. Dus, ja, misschien doet het toch wat. Je weet het niet. In elk geval, ik ga het misschien even doen. Spotje gallery spelen. Ik ga even een tekeningetje kleuren. Misschien dat ik dan vanzelf alweer in slaap ga vallen. Ik hoop het. Ik kan nog een uurtje of 4, 5 slapen. Zou mooi zijn. Dus ik ga in elk geval proberen verder te slapen. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. Dat had ik ook nog niet gedaan. Ik hoop dat je het leuk vond. Duimpje omhoog. Het was niet zo'n interessante dag. Ik heb echt letterlijk weinig gedaan.
Maar goed, ook die dagen zitten gewoon in mijn leven en zullen jullie ook hebben. Ik wens je in elk geval een hele fijne dag als je deze video's morgens kijkt. Maar kijk je nou 's avonds? Slaap lekker, heb mooie dromen. Tot morgen. Doei.